Middelkerke, 28 augustus vorig jaar. Rond 4 uur wandelt een man met donker, kortgeschoren haar richting de openbare toiletten. Om 4:20 gaat hij opnieuw naar de wc. En 20 minuten later nog eens. De politie verdenkt hem ervan zo dadelijk de toiletdame aan te randen. Een toiletdame wordt aangerand in de openbare wc's op het strand in Middelkerke. Tijdens het drukke toeristenseizoen en op klaarlichte dag. Het slachtoffer, Pascal, doet zelf haar verhaal. Voor mij is dat heel belangrijk, mijn job. Dat is echt mijn sociaal contact. Ik doe dat heel, heel graag. En natuurlijk, met wat er gebeurd is, ik heb er zo weken getwijfeld. Ik ga niet liegen. Getwijfeld van, goh, is dat wel veilig uiteindelijk? Niks meer is veilig. Allee, ja. Ja, en nu nog, ik word nooit vergeten. Dat is waar. De laatste zondag van de grote vakantie vorig jaar. Aan de openbare toiletten in Middelkerke staan mensen aan te schuiven. Rond 4:40 is de grootste drukte voorbij. Pascal maakt alles schoon. Ze is helemaal alleen. Tot plots de man met het donker kortgeschoren haar opnieuw opduikt aan de openbare toiletten. Intussen al voor de 3e keer. Hoe zag hij eruit? Met zijn oorbeltje, zo, met een kruis ook aan. Zo. Niet te groot van gebouw, zo, maar wel een beetje gespierd. En als hij binnengekomen is, zei hij gewoon, probleem wc, madame. En ik ga mee met hem, om te zien wat dat is. En hij duwt me tegen de muur. Dan zegt hij, shh. Op die moment heb ik gezien dat ze gezegd, juist naast mij was en ik heb dat zo kunnen doen. Was het voor jou duidelijk wat hij van plan was? Hij wou me verkrachten, dat is heel zeker. Ja. Maar je hebt je verweerd? Hè? Maar ik heb me kunnen verweren, ja. Chance voor mij. Ja. Jani. Pascal rent in paniek naar de hulppost vlak naast de toiletten. Die dag is Jani van dienst. Je hebt als eerste het slachtoffer opgevangen. Ja, het slachtoffer is bij mij binnengekomen in de hulppost, al wenend en redelijk in paniek. Heeft dan toch al proberen te zeggen van kijk, ze hebben mij proberen aan te randen in toiletten. Ze hebben me proberen mee te trekken naar binnen. Ik ben dan gaan kijken naar het toilet, wat dat er aan de hand was. Die meneer is mij rechtlinks gepasseerd. Ik heb die persoon proberen aan te spreken, Nederlands, Frans, Engels. Zei hij dat hij mij niet verstond. Hoe gedroeg hij zich? Op het eerste moment een beetje angstig voor te zeggen van oei, ik ben betrapt. Maar dan op een bepaald moment ja, was hij terughoudend, wou hij niks meer zeggen, wou hij eigenlijk zo rap mogelijk vertrekken. Maar je hebt je ontfermd over het slachtoffer op dat ogenblik? Ja, ik heb haar een beetje gerustgesteld. Zeggen van kijk, we zijn ermee bezig, de politie is onderweg, wij zijn hier bij jou, het komt allemaal in orde. Maar tegen dat de politie aankomt, is de verdachte verdwenen. We spreken af met Stijn Popeye, die het onderzoek voert. Hij ontdekt dat de man met 2 vrienden op de zeedijk zat. Jullie hebben de bewakingsbeelden bekeken. Wat is daar precies op te zien? Wel, we zien op de beelden dat rond 4:20 twee mannen uit richting van de Smettenaierstraat komen afgezakt richting de zeedijk. Ze nemen plaats eigenlijk op de boord van de zeedijk en zijn bezig op hun gsm terwijl ze in de zon zitten. En de verdachte staat recht en gaat naar de toiletten. Een tijdje later komt er een derde man het gezelschap vervoegen. Hij gaat niet 1 keer, maar gaat verschillende keren. Hè? Inderdaad, op de beelden is te zien hoe het verdachte 3 maal richting de toiletten wandelt. De eerste maal rond 16:00, de tweede maal 16:20 en een derde maal rond 4:20 staat hij opnieuw recht, gaat naar de toiletten en poogt hij het slachtoffer aan te randen. Daarna wandelt hij met een van zijn vrienden weg richting de Paul de Smet de Naaierstraat. Daar zijn ze het laatst gesignaleerd. Wat is er op die laatste beelden te zien? De verdachten wandelen het rustig opnieuw in de richting van de Smettenaierstraat. Opvallend is dat onze verdachte daarbij nadrukkelijk aan zijn kruis grijpt. Wat kan u nog meer vertellen over die verdachte? Wel, op basis van de verklaringen van zowel getuigen als slachtoffer, als de camerabeelden, kunnen we de verdachte beschrijven als een man van 30, 35 jaar oud, een bruine of getaande huid, 1,70 meter, 1,75 groot. Hij had zwart kortgeschoren haar, droeg een zwart t-shirt, een zwarte korte broek, badslippers en had in zijn linkeroor een oorbel met kruis. Nu, die man was niet alleen aan zee, er waren ook andere personen bij. Hè? Hij was vergezeld van 2 andere mannen. Die ene man die hem eigenlijk gedurende de hele tijd vergezeld heeft, was iemand met kort zwart haar, had ook een kortgeschoren baard.
droeg een zwarte pet. De derde man was drager van een blauwe broek en een zwart t-shirt met ook een grote print vooraan. Ook die twee mannen zou je heel graag willen spreken. Zeer zeker. Het kan immers zeer goed zijn dat die mannen helemaal niet weten wat zich in de toiletten heeft afgespeeld. Dus indien die mensen zich zouden herkennen op de beelden of indien iemand die mensen herkent, dan vragen wij om in contact te treden met de politie. Zijn het mensen hier uit de buurt of denkt u eerder aan toeristen? Wij vermoeden dat het mensen zijn die hier toch gedurende een bepaalde tijd verbleven hebben. Daarom ook dat we eigenlijk alle eigenaars of uitbaters van vakantieverblijven willen vragen indien zij deze mensen herkennen of kennen, dat wij hen zouden willen vragen om zich ook kenbaar te maken tegenover ons. We zijn nu bijna 1 jaar later. Ook Pascal hoopt dat de dader eindelijk wordt gevat. Het nieuwe seizoen begint nu. Voel je je nu anders? Wil je deze job nog blijven doen? Dat is mijn leven, mijn werk. Anders, ja. Hij is nog meer gewonnen. En dat wil ik niet. Ja. De eerste ding dat ik wil, is dat hij opgepakt is. Maar hij is gevaarlijk, niet alleen maar voor mij, maar voor andere mensen ook. Hoe belangrijk is het voor jou dat die persoon geïdentificeerd wordt? Heel belangrijk. Heel belangrijk, want als hem durft dat doen om 16:30 uur, een vierde zondag, waar dat er veel mensen is, wat doet hem dan s'avonds aan de mensen? Voilà. Dat maakt me wel bang. Als u de verdachte of een van zijn vrienden herkent, dan zou de politie graag met u spreken. Met al uw tips en informatie kan u terecht op het gratis nummer 0800 30 300 of u kan ook mailen.